Naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekerstein aan de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder aardje en boekstein erop de wijk. Mijn naam is Hugo Uitsma. en we praten met HCSS Defensieanalist Paul van Hoofd over kernwapens en de verdediging van Europa. En dat natuurlijk in de context van de oorlog in de Oekraïne en de Russische dreiging, waar die kernwapens dus vrij nadrukkelijk ook een ja, rol spelen. En het is geen nieuwe discussie. En nee. realiseer je de hele discussie. Hm. We zijn nu begonnen met de discussie hier in dit programma over uh, een Europees kernwapen. Maar realiseer je dat in 1957 Eurotom ja. het opgericht. Met dit doel. Met dit doel. En uh, dus toen was er al, en Nederland was daarbij betrokken, toen was er al een idee van we moeten komen naar een Europees kernwapen. Dat ja? is gekild, dat hele idee door, uh, door De Goal. Die ja. zei van uh, bekijk het maar, ik, ik, het uh, ik ga het zelf doen. He? En de hele discussie over die escalatieladders, en daar heb ik dan weer mijn proefschrift heel lang geleden over geschreven. <laughs> uh, dat is flexibility en respons. Dus dat is een NAVO-strategie, of de Amerikaanse strategie, gekoppeld aan de NAVO-strategie, over de inzet van kernwapens uit 1967. Ja. Dus uh, toen begon dat idee al te ontstaan. We zijn, eigenlijk zijn we nu terug, Paul, zeg, uh, corrigeer me, in de jaren 50. Ja. Uh, in de jaren 50 had je eigenlijk niet zoveel opties. Uh, je had uh, ruwe kernwapens die hele grote knallen uh, veroorzaakten... en je kon je steden uh, vernietigen. En veel meer was het niet. De dus men, men probeerde ja. toen iets nieuws te bedenken waardoor je dus echt geleidelijk kon escaleren. Nou, dat, is, uh, dat was een geheim document, MC, MC 14-3. Uh, en uh, MC staat voor Militair Comité. En daarin was dat redelijk nauwkeurig uitgetekend hoe dat zou moeten. En, dat, nou, en we zijn nu terug bij die discussie om te komen tot een escalatieladder. Ja, en, kijk, en, en het is heel goed om, uh, om, om inderdaad te denken... dat we in zekere zin op terug zijn in de jaren 50... Um, dat West-Duitsland die zoektocht naar kernwapens heeft opgegeven, Italië, Zweden, uh, andere kant van de wereld, uh, Zuid-Korea, Japan, mm -hmm. dat was niet omdat die normen opeens zo diep gevoeld werden. Dat is omdat de VS een combinatie deed van nou ja, uh, beloftes, een soort financiële steun voor, voor, voor civiele programma's, dreigementen. Yeah. Uh, en die dreigementen zijn bij niet-bondgenoten ook vaak uitgevoerd. En, en dat is, dat is waar de kern is, die beloftes om Europa en andere bondgenoten te verdedigen. En er is een uh, interessant boek van een uh, vriend, kon een collega van mij, uh, Alex Lenasca, uh, Atomic Allies, waar hij laat zien dat in de jaren 50, 60, 70, dat elke keer als beleidsmakers in Duitsland, in Japan, in Zuid-Korea, in Taiwan, dachten dat uh, de VS... niet meer geloofwaardig was. Dus een paar troepen terugtrok, ja. of he, troepen uit Duitsland naar Vietnam. Proberen te verplaatsen. Dat ze weer een soort snel een telefoontje pleegt aan hun wetenschappelijke afdelingen. Ja, en zeiden van, maar goh, dat wat, gebeurt nu wat... eigenlijk ook weer toch. Ik hoorde ook wel eens over Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Dat als de VS ja, hun ja. veiligheidsgarantie zouden intrekken, dat zij dan denken, nou dan moeten we misschien tegenover misschien... Iran ook maar een, een ja, maar bom hebben. Maar waarschijnlijker is Japan. Hè? Japan is een is ja, het ja. in ieder geval technologisch gezien een latente. Kernwapenstaat die kan dat ja. relatief snel doen. Ja. Zuid-Korea is die discussie ondertussen heel ver gegaan, ja. Ja. omdat ze zo afhankelijk zijn van de VS en zo'n gevaarlijke noordenbuur hebben. Dus die hebben ook weer heel veel geavanceerde conventionele wapens ontwikkeld en kijken nu naar de opties om die om kernwapenstaat. En ja. realiseer je dat wanneer je een, in een transitie komt van een niet kernwapenstaat naar een kernwapenstaat dat het linkersoep is. Ja. He, dus ik eh, bedoel. Want dan wordt het namelijk interessant om voordat uh, zo'n land kernwapens heeft, om de woel kapot te maken. Ja, ja. En dat is precies wat er op dit ogenblik aan de hand is in Iran. Dus Iraniërs die hebben gas teruggenomen met betrekking tot hun uh, nucleaire programma. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat de Amerikanen carrier battlegroups, dus uh, uh, twee eenheden met, uh, met vliegkampschepen... en een nucleair onderzeeën, hebben geparkeerd. Eigenlijk in, binnen het bereik van Iran. Uh, en dat heeft wel indruk gemaakt. En dat. En het dus, dus werkt het ook op een of andere manier. Dat, dat, wij hebben natuurlijk in de podcast al vaak over gesproken. Maar dat, dat wordt totaal aan het zicht ontrokken, deze discussie, ja. in het publieke domein. Paul, oh, ik wil je graag een vraag stellen: een hele praktische vraag. <laughs> Jij bent nu adviseur van allerlei belangrijke Europese regeringen. We zijn in november van dit jaar Trump is president geworden. En het is volstrekt duidelijk dat artikel 5 niet meer bestaat. En het heeft ook grote consequenties voor de nucleaire paraplu. Nou, dan wordt er jouw vraag stond, wat kunnen we nu, we moeten redden wat er te redden valt. Mm -hmm. Even dus gewoon radicaal ja, denken. Dankjewel, Arjan. Ja. 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 Nou, dan zou ik zeggen, want dan heb je dus volgens mij Europese nuclear sharing heb je nodig. Je hebt de hele escalatieladder nodig, dus conventioneel en tactisch en middellange afstand. Uh, en, en er moeten dus inderdaad ook Franse troepen in de Baltische Staten... als tripwire zijn, want de Fransen moeten een steek hebben. Net zoals het probleem dat de Amerikanen hadden. Gaan Am Amerika Chicago opofferen? Als... Is dit nog steeds een vraag, Arjan John? Ja, ja, dat of, is... wat, ja. wat, wat, wat gaan we doen? Even ja. okay. <hijen> je, 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 je hebt de, de, de ja. helft van het antwoord eigenlijk al gegeven. Inderdaad, <hijen> <hijen> ja. ja. dus je... je, je je zou een verzoek maken aan de Frans om dit exp zo expliciet mogelijk te maken... En ja. met begrip dat ze een soort ambiguïteit erin hebben. Dit betekent ook dat de Fransen een paar stappen weg moeten gaan... van hun officiële doctrine. Ja. Ja, want de Fransen hebben een kernwapen... juist omdat ze niet geloven dat de Amerikanen voor Europa zouden doen. En nu moeten we hun geloven dat zij het ook voor Europa zouden doen. Dus daar ja. moeten dus moet ze explicieter in zijn... En dan wil je eigenlijk een hele serie geavanceerde conventionele wapens bouwen. Dus we hebben vorig jaar daar iets over gepubliceerd. Kurfeur, Wa baard, ge Waarom geen kernwapens? Nou. Die, je, je zou het Franse arsenaal kunnen uitbreiden. Maar, maar ook, ook met die nuclear sharing. Dan heb je geen controle. Dat hangt het nog steeds af van de Franse president. Ja. Het, is geen, het is in termen van afschrikking. Is dat niet zo? Dat voegt, mijn inziens, ook niet vreselijk veel toe. Hè. Dus het is goed dat wij. Die, dat hij deel zijn van de sharing arrangement met de Amerikanen. Maar dat is vooral omdat dat voor ons wat meer stem geeft om wat meer inzicht te geeft en wat meer afstemming mogelijk maakt. Maar als Trump zou zeggen van weet je, uh, verrek maar, ik ga, ik, ga on, ik, ik ga niks doen voor jullie. Dan hebben we aan die kernwapens die we, waar we nu in principe onder onze Rek, vliegtuig. Niets aan, niets dus dan moet je naar een, auto, een, een Europees kernwapen ja. gaan. Of je moet dus de Franse of de Britse kernwapens voor gebruiken. Overigens, ja. de Fransen zitten dus wel degelijk in de Baltische Staten. Ja. En nou, dus ze hebben dus ook, zitten, uh, zitten ook in Roemenië, dus ja. ze zijn wel degelijk uh, voorwaarts. Uh, dus, hey, wat dus, zouden die conventionele wapens dan moeten zijn om, om dat gat te vullen? Waar heb ja, het dus dan al wat heb je We vorig jaar uh, een studie gepubliceerd, mei, uh, Good Fear, Bad Fear. Dus precies wat je nodig hebt om afschrikking, om een soort Rusland angst in te boezemen. En want daar gaat het uiteindelijk om. En dan zijn er bepaalde soorten wapens die we niet wil hebben. satellietwapens, cyberwapens, daar wil je niet berekenen, kun je daar ook niet mee communiceren. Wat je wel wil hebben is hele geavanceerde luchtmachten. He, dus, dus dat je de volgende generatie stealth gaat. met plus alle andere dingen die daar misschien bij kunnen hoort. Lange dus, afstandssystemen. Ja. Uh, en lange afstandsraketten. Uh, raketten. Dus waar je ziet ook dat de Fransen nu een, een opvolger van hun luchtgelanceerde kruisvluchtwapen. lijkt een soort hypersoonwapen te worden. waarbij je een soort rijkwijd hebt die soort twee, drie keer zoveel zal zijn als wat ze nu hebben. En dat zou kunnen betekenen dat je zowel. Russische conventionele doelen op lange afstanden kan uitschakelen. Als nucleair. Als nucleair. En dat betekent dat, je, ja, dat, ze, dat zij meer reden hebben om te twijfelen. En dat is waar, waar het uiteindelijk om nee. gaat. Ze maar, moeten maar, genoeg twijfelen. Het, is het, het probleem doet. hiermee niet de factor tijd? Want als Trump ja. er, er terugkomt in het Witte Huis, dan is dat binnen een jaar het geval. Dan heb je niet dat hele conventionele dan, arsenaal opgebouwd. Nee, maar je hebt ook niet het, het nucleaire arsenaal opgebouwd. Ja, we, we, hebben, we, ja, we zijn sowieso te laat. Ja. We, zijn, we, we zijn, er zijn, zijn hoe dan, dan, dan ook al te laat. Want deze discussie. Uh, we hebben met de verkiezingen van Biden. hebben we een, een paar jaar spijt gehad. En die hebben we weer niet gebruikt. Ja. En nu zijn we weer een soort helemaal ja. in paniek. Maar stel ja. dat Biden wint. dan, dan ben ik bang dat, het, uh, ja. dat we weer beginnen. en zijn van. Oh, okay, dat nou, nou, is nou, weer nodig. Ja. Maar substantieel zit er een probleem in. Want ook als we soort, allemaal soort leuke. transatlantische presidenten krijgen. voor de eeuwigheid. en dat is ongeloofwaardig. Huh? En zo na Biden, de Obama's en zo, die, die zijn niet zo diep geïnteresseerd in Europa. Nee. Dus dat probleem is. is, is 2011, Paul, de pivot to Asia. Ja, ja. En uh, dat afgekondig afgekondigd, door, afgekondigd door uh, Clinton, die toen minister van Buitenlandse Zaken was. Dus, ja. uh, wij denken iedere keer maar dat die Amerikaans zal helpen. Maar de grote prioriteit is niet Europa. Rusland, daar is ook bijna geen handel mee. Dat is geen strategische bedreiging van, uh, uh, van Amerika. Behalve dat ze een aantal kernwapens hebben. That's it. En dus eh, dat is ook de reden waarom eh, eh, Biden continu probeert om die escalatie hier te beteugelen. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.